Want ook dat is af. De bootjes kunnen weer aangemeerd worden overal, langs deze hele linie. Nou, dat mag ik echt niet vullen van de heren daar op de Oude Rijkswerf. Maar moeten ze maar niet bij mijn gracht voorbij komen, hè? Goedemiddag, lieve vrienden. Wees weer welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rijka, die staat op de bank. Dat is mijn Rijka. En daar ligt Elwing. En mijn andere beestje is net weer naar boven toe gegaan. En dat is Gandalf. Oh, sorry, mijn excuus. Maar in ieder geval, nogmaals, welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is prachtig mooi weer, we gaan er weer lekker vandaag er tegenaan, genieten enzovoort. Het is vandaag trouwens, dinsdag 12 oktober en we leven om 1:42. Ik ga zo eerst weer even met de hondjes uit. Karin heb ik al aan de telefoon gehad, een heel gesprek mee gehad. En ja, daar gaat het ook niet zoals het behoort te gaan met de huishoudelijke hulp. Stuur ze een huishoudelijke hulp naar de toe. Die bang is van honden. En dan wordt er gevraagd of ze de hondenhulp wilt sluiten. Nou, wat denk je zelf? Nee dus, nee. Je sluit je kinderen ook niet op, je sluit haar ook niet op. Dat je honden gaan ook niet achter slot de grendel. Nee. En ook niet wanneer er iemand bang is. Dan moeten ze er maar eentje sturen die niet bang is. Ik sluit mijn beestjes ook niet op. Echt niet. Voor niemand niet. Nee. Ze doen een ander geen kwaad. En ze bijten niet. Niks. Ze denken van, nou ja, ze blaffen alleen nog maar. Maar wij praten. Jij, jullie daar. En ik, wij praten tegen elkaar. Mag een hond dan niet blaffen? Dat is voor hun het communiceren. Ja. Dus dat moet allemaal kunnen. Dus ja, ben je bang? Moet je niet komen. Simpel. Maar in ieder geval, buiten dat allemaal om. Ik ga zo even met de meisjes lopen en ik moet even naar de FOMAR. Ja. Ik neem jullie gewoon gezellig mee. Maar gisteren deed die camera iets. Hoefde ik maar te zwaaien en dan ging dat ding al aan. Maar dat deed hij nou niet. Dus wat er aan de hand is, wat ik niet weten. Nee. Maar komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. Dan komt alles goed. En geniet. En geniet ook zeker met ons mee. Dan gaan we het weer doen. Ja, misschien deed ik het niet goed. Ja, misschien deed ik het niet goed. Want nou deed hij het wel. Ik deed gewoon zo. Met foto's doet hij het ook. Maak je een foto. Oké, dankjewel. Nou ja, oké. Ik denk, hij wou het net niet doen. Ik denk, nou, het zal, maar ik moet mijn hand ervoor bewegen. Dan gaat hij aan. Ik denk gewoon zo, ja, dan gaat hij niet aan. Ik moet hem even bewegen. Ja. Maar oké, ik ga met ze lopen. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, ze zijn nou de berm aan het mooi maken, laten we zeggen, aan deze kant. Want ook dat is af. De bootjes kunnen weer aangemeerd worden overal, langs deze hele linie. Ja, dat dus. Maar ook zien mijn hoofd dit, volgende. Nou, dan mag ik echt niet vullen van de heren daar op de Oude Rijkswerf. Maar moeten ze maar niet bij mijn gracht voorbij komen, hè? Gezellig. Komt er nog één? Ja,
ja, ze staan er gekleurd op. En nog één. Rijka hier. Ja, ja. Jullie staan er gekleurd op. Komt nog meer aan. Jullie staan er gekleurd op. Wat de helm nog altijd roei zeggen. Dat was de laatste. Ja. Grappig gezicht. Wachten. Leuk. Geweldig. Ben je met de honden aan het lopen en dan kom je dat tegen. Leuk. Wat er aan de overkant loopt, hoort er ook nog bij. Ja, ja. Houd je wafel. Pas op. Nou, en dat wordt ook netjes. En de heren die staan er ook al gekleurd erop. Daar staat nog een werknemer ervan. Dus ja, komt helemaal goed, dacht ik zo. Ik zal mijn stok weer even in de relator doen. Nee! Rustig. Ja, ik had het verwacht. Rustig. Ja, je loopt de hele baas in, loop je omweg. Ja, inderdaad. Hey, nou, het is geen man, maar een vrouwtje. Hey, allebei. Ja. Ja. Kijk, allebei vrouwtjes. Nee, meneer, goed, wacht even, vrouwtje. Ja. Ja, dat is weer eens wat anders, hè, wat we daar tegenkwamen in de gracht. Ja. Ze staan er gekleurd op. Nou, de viool is er nog. Maar jij staat er ook gekleurd erop. Jij staat er ook gekleurd erop, hoor. Ja. Ja. Maar blijf. Ga zitten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag en geniet zeker met ons mee. En toen waren we weer thuis, boodschappen gedaan, ik heb de hondjes uitgelaten, ik heb boodschappen gedaan, ik ben naar Big Bazaar geweest, ik ben bij Marianne voor één bakje koffie geweest en toen naar de Vomar en nou weer thuis en nou weer met een bak koffie bezig. En dan gaan we lekker inschenken en dan met een Bounty eventjes en kunnen we even lekker bijkomen en even genieten. En ik ben die bus weer aan de gang, want zoals ik hem gisteren om had, dat werkt niet. Nee, ik moet er een bredere riem er eigenlijk voor hebben. Dus ik zit te denken om aan de heupgordel van mijn hondjes te doen. Want dat is mijn heupgordel waar ik de honden aan vast heb. Want dat is natuurlijk veel breder. Dus dat gaan we even beleven of dat kan. Ja of de nee. Enkel van zit ik met twee loshangende riemen. Maar ja, ook lekker belangrijk. Ja, toch? Dus ik ga dat even bekijken of dat mogelijk is. Zo niet, heb ik meer pech. En dan moet ik het gewoon weer aan die smalle doen. Maar ja, we zien wel hoe we dat hebben en hoe dat gaat lukken. Ja. Dus dan ga ik even mee aan het knutselen. En de tas kan opgeruimd worden. En dan, ik heb een lekkere Bounty erbij. Lekker, lekker, lekker. En ik moet Mary bellen. Dus ja, want die had mij gebeld. En ik dacht dat ze een beetje huilde. Dus ja, ik weet het niet zeker. Maar oké, lieve vrienden. Geniet gewoon weer verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doen wij ook aan deze kant. En geniet met ons mee.